Kinderen zijn over het algemeen heel erg enthousiast, want muziek is, vinden ze gewoon heel erg leuk. En als het dan ook nog eens gedaan wordt door iemand die er zelf dan meer verstand van heeft dan de leerkrachten zelf, is dat helemaal leuk. In het begin merk je nog dat als de kinderen de stokken krijgen, eerst meteen gaan trommelen en helemaal wild zijn. Maar ja, ze worden steeds meer, leren ze ook van, nou ja, stokken omhoog betekent stil. En nou ja, dan gaan die lessen ook steeds beter. En kinderen komen echt enthousiast uit de les weer in de klas. En sommige kinderen die trommelen zelf zo leuk zijn gaan vinden, dat ze misschien zelf ook wel op trommelles gaan. De meester, kon die zelf ook nog een beetje muziek maken? Ja, heel erg goed zo. Ja, hij kon ook body for percussie of zoiets. En heel snel achter elkaar. En dan had hij allerlei ritmes heel snel achter elkaar bedacht. En je merkt ook gewoon dat hij dat vaker doet, want het is gewoon georganiseerd en ja, goed contact ook met de groep. Als je merkt dat een bepaald ritme er nog niet helemaal in zit, dat wordt nog even extra geoefend. Dus ja, er wordt heel goed gewoon gekeken naar ook het niveau van de groep. En als een groep wat meer kan of het gaat goed, dan kun je wat extra's uitproberen en daar wordt heel goed op ingespeeld. Dat hij eerst met de makkelijke dingen begon. Ja. Als je meteen met moeilijke dingen begint, dan snap je het niet zo goed en dan gaat het meteen fout. Dan moet je eerst iets klein en dan steeds moeilijker. Ja. Het is gewoon een verrijking. Je kan als leerkracht kan je ook muziek geven, maar ben je toch beperkter in de lessen die je geeft. En heb je gewoon niet zoveel expertise om zo'n les te kunnen organiseren. En op de manier die nu gedaan wordt door de muziekschool.